kutopmerking over Zado. Uit Maastricht, ja tuurlijk. Goedenavond mensen, mijn naam is Bert en ik heb ADHD. Alle dagen heel dik. Nee, daar moet je niet om lachen. Daar word ik ongelooflijk mee gepest. Afgelopen winter, mijn kinderen moeten naar school. Dus ik loop even in een hemdje en een kort broekje naar buiten om mijn autoraam te schappen. En ik sta mijn autoraam te schappen en op dat moment fietst er een wijf voorbij. Ze zegt zo, jij bent dik aangekleed, je zal het wel niet koud hebben. Ik zeg, ik ben altijd zo trut, ik ben gewoon dik. 3 meter later flutters op de bek. Dus ik loop naar haar toe, ik zeg zo, jij bent dik opgemaakt. Zegt ze, nee, dat is bloed, lul. En van de zomer leg ik lekker in het zwembad een beetje te dobberen. En tegenover me ligt een ventje van een jaar of 9. Echt zo'n lelijk teringventje. Met een bril en een beugel. Echt zo'n ventje waarvan je denkt, zijn abortus nog kennen. Ah, hij was 9. En op een gegeven moment ben ik het zat en ik watertrappel naar hem toe. Ik zeg, hé, nageboorte, wat zit jij met mijn handen ergens? Hij zegt, meneer, ik vroeg mij af hoe u een bommetje maakt. Ik zeg, nou, hekel, je neemt een tennisbal, die snij je open. Stop je helemaal vol met kruid. Strijk een kopje erin, ik zeg, een aansteken. Ik zeg, en vasthouden om je vingers bij af te likken. Nee, joh, weet je, ik word doodziek van dat pesten, echt waar. Ik blijf voortaan liever thuis, want thuis ben je veilig. Tenminste, dat dacht ik. Ik zat van de week op de bank. Met een vaas cola en mijn chips. Gaat die deurbel. Dan moet ik dat hele tyfus-end van de bank naar de deur. En ik doe open en staat mijn tante van 76 voor de deur. Helemaal dement. Zegt ze, hey Dick, wat ben je gegroeid? Ik zeg, tante, ik heet Bert. Zegt ze, ja dat weet ik. Ik zeg, ja maar u zei Dick. Zegt ze, ja jong, ik mag dan de mens zijn, maar met mijn ogen is niks mis. En toen heb ik bij het weggaan gezegd, tante vergeet je wekker niet, hè? Ze zegt, hoezo? Ik zeg, volgens mij is het uw tijd. Ik heb bijna maar geen tante, joh. Dat is gelogen. Nee, maar je merkt al dat ik een beetje de irritatie heb bij mij. Daar ik ook zo'n tyfus hekel aan heb, aan boodschappen doen. Dat vind ik zo erg. Van de week zegt mijn vrouw tegen mij, schat, je gaat een keer mee boodschappen doen. Ik zeg, nee, ik ga niet mee. Ja, zeg, ze gaat gewoon mee. En dan heb ik toevallig geluk, daar waar ik woon, heb ik het hele Marokkaanse alfabet. Van André tot Zeeman. En waar wil ze dan heen? Naar de Jumbo. En echt mensen, Jumbo, dat is een kutwinkel. En letterlijk, hè, met van die haren tussen die schuifdeuren. Dat is ook gelijk het enige voordeel, want het is de enige kut die gelijk open gaat als ik erin wil. Dan ben ik daar bij de Jumbo en dan staan al die goedkope artikelen staan onderin. Ken je dat? Alles wat een beetje betaalbaar is, heb ze onderaan gezet. Dus mijn vrouw zegt, schat, pak je even een potje jam. Dus ik buk helemaal voorover en terwijl ik zo sta, krijg ik een colafles in mijn reet. En ik krijg gelijk een schop erover. En ik hoor achter me, kut, doet die fles automatisch het weer niet. Nee, lach maar, doet dat nog gewoon zeer, hè? Vorige week kwam er een met een leeg krat bier. Nee, maar weet je, dan loop ik verder in die Jumbo. En dan staan er 3 van die kleine kutventjes op een rij. Die gasten zijn stom. En een keer als je wat vraagt, is op meneer. Ik zeg, hé, waar leg je de appeltaart? Dat is op meneer. Ik zeg, en de tandpasta? Dat is op meneer. Tegen mijn vrouw vraag jij eens wat? Hij zit mij te fucken, hè? Mijn vrouw zegt, waar leg je de inlegkruisjes? Zegt hij, dat is op meneer. Maar weet je, dan loop je verder bij de Jumbo en dan sta je in die rij, hè, bij die kassa. En dan ik irriteer me niet alleen aan die medewerkers, maar ook aan die mensen. Dan komt er zo'n oud lijk aanlopen, zo Benidorm en Bastard. Vraag dan, meneer, staat u ook in de rij? Nee, wandel het lijk, ik sta op de bus te wachten. En als je dan bij die kassa bent, dan heb je dat kassameisje, die is echt brutaal. Brutaalste van iedereen. Ik heb al mijn boodschappen op de band gelegd. Ze kijkt man, ze zegt, meneer, heeft u een papieren zak? Ik zeg, vraag toch ook niet of jij een kartonnen doos hebt? Maar er is ook één leuk dingetje, mensen, echt maar.
Jullie zijn al een beetje zenuwachtig. Over 8 dagen hè, komt hij aan. Hè. De Goedheiligman. En ik herinner me nog het Sinterklaasfeest van verleden jaar. Op een gegeven moment, ergens in oktober, zegt mijn vrouw tegen mijn schat: jij mag het Sinterklaasfeest regelen. Nou, eigenlijk is erkenning. Hè. Wat is nou het mooiste om het Sinterklaasfeest te regelen? Dus ik snel naar de Vibra, een paar van die kutcadeautjes gewoon voor die kinderen. En ik lag lekker op de bank met mijn luie reet. Zeg ze op een gegeven moment: hoe laat komt die? Ik zeg: wie? Ja, Sinterklaas natuurlijk. Oh, kut, helemaal vergeten. En ja, zit maar één ding op en dat is zelf van Sinterklaas. Dus ik even een rode mantel aangetrokken en een petje op en prof wat onder mijn kin. En ik hoor mijn kinderen zingen: Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Kut, ik ben een knecht vergeten. Dan woonde gelukkig 3 huizen verderop bij mij een grote 9. Dus ik bel aan, ik zeg: buurman, zou jij mee willen als Zwarte Piet? Maak ik morgen 10 euro over op Giro 555. Hij wilde dat, dus hij mee. En ik ga in mijn stoel zitten. En ik zeg als Sinterklaas verkleed tegen mijn kinderen: is jullie vader er niet? En mijn kinderen: wie? Ik zeg: jullie vader, is die er niet? En mijn kinderen: wie? Op een gegeven moment raak ik geïrriteerd. Ik zeg: is die vent die 6 dagen in de week op jullie moeder ligt er niet? Ja, Sinterklaas, die staat naast jou. En ik was kwaad, hè? Waar is het respect gebleven? Een beetje jou tegen Sinterklaas te zeggen. Zijn er mensen met kinderen in de zaal? Oh, dat zijn er niet veel. Ben ik de enige die voor lul staat dan? Nee, ik heb 3 kinderen, hartstikke leuk, 3 jongens. Ik hou heel veel van ze, maar zij niet van mij. Ben ik hier achtergekomen met Vaderdag, dat vind ik ook zo'n kutdag, Vaderdag. Dan mag ik 1 uur langer uitslapen tot 5:30. En dan hebben ze een lopend buffet voor me. Boter zit aan de muur. Hagelslag leg op de trap. En de boterhammen zitten in de dvd-speler. En als ik dat dan opgevreten heb, dan krijg ik van die zelfgemaakte cadeautjes. En dan heeft mijn oudste zoon, die heeft ADHD. Dus van hem krijg ik een tekening met 10.000 strepen. Mijn middelste zoon is autistisch. Van hem krijg ik een leeg blaadje. En mijn kleuter van 6, die heeft de ziekte van vrouw. Weet jullie wat de ziekte van vrouw is? Die gilt de hele dag als die zijn zin niet krijgt. Er zijn weinig dames die deze waarderen. Maar wacht maar, wordt nog veel vrouwenvriendelijk. Maar goed, van die kleine krijg ik dan een zelfgeschilderde wc-rol. Die is nog nat. Die net uit de pleet trekken. Nee, maar ben ik eerlijk hoor tegen die kinderen. Zeg ze: papa, vind je het niet mooi? Zeg ik: nee. Oprotten, je gaat mij eens anders Vaderdag vieren. Nee, maar je wordt gewoon gek van die kinderen. Weet je, als ze een bepaalde leeftijd bereiken, zo 11, 12 jaar, dan worden ze ook mondig. En dan gaan ze je dingen vragen waarvan ik denk: ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Laatst komt mijn oudste zoon thuis en zegt: pap, waarom ben je eigenlijk met mama getrouwd? Dus ik schreeuw naar mijn vrouw en ik zeg: zie je, hij begrijpt er ook niks van. Of een dag later komt hij. Hij zegt: pap, hoe zijn wij op de wereld gekomen? Shit, waarom vraagt hij dat nou altijd aan mij? Dus ik zeg: nou, ja, ik kan moeilijk zeggen, ik heb je moeder uitleg gewonnen. Dus ik zeg tegen hem met de ooievaar. Hij kijkt me aan, hij zegt: pap, ben jij nu? Daar is het lekkere wijfje daar, en jij neemt ook. Nee, maar weet je, dat is niet erg dat hij dat zegt. Maar die autist van mij, die onthoudt alles. Dus ik liep een tijdje geleden in de Blijdorp. Was al lang weer kwijt. Dus ik loop langs de ooievaas. Toen zegt hij tegen mij en hij zegt: pap, welke van de 10? Ze nou, pikt die met een gebroken pootje en die kapotte snavel, dat is je moeder. Nee, ik ben wijs geweest, mensen. Ik heb mij eigenlijk lekker laten steriliseren. Want ik denk, nee, dat is niet erg hoor, steriliseren. Dan kan je gewoon verder rest de liefde mee bedrijven. Sterker nog, het spuit van 3 ogen achter een vent van zijn solens. Dus is verder niks. Alleen met die sterilisatie, weet je, ik was in dat ziekenhuis en ja, ik ben toch wel bang gezien de omvang van mijn biemeltje.
dat hij me eraf zou snijden. Ja, dan ga ik voortaan als Bertina door het leven. Maar goed, het was allemaal goed gegaan en de prop wat tussen mijn kruis en ik ga naar huis. En ik zie die Randstadrail. Ja, rennen lukt niet. Dus ik strompel een beetje naar die Randstadrail. En ik sta en ik denk, ja, 6 halters, ik wil toch wel even zitten. Dus op een gegeven moment laat ik me zakken aan een paal naar beneden. En achter me zitten de 2 wijfjes van een jaartje of 80. En ik hoor die een tegen die andere zeggen, ah, is dat zielig, die man heeft last van zijn rug. Maar weet je, dan kom je thuis en ik zie overal de humor van in. Dus ik kom thuis, ik zit tegen mijn vrouw, schat, hoe spel je fiets? Dus zij zegt F-I-E-T-S. Ik zeg, nou, dat is goed, dan mag je 2 ballen pakken. Dus mijn kinderen op de bank, groen, groen. Hé, wat pak ze, die 2 blauwe. Maar goed. Trouwens, ik werk hierachter in een club bij buurthuis. Heel leuk werk. Alleen één nadeel, zijn allemaal Marokkanen. Nee, dat is niet erg. Maar ze heet allemaal Mohammed. En als we ze dan roepen, dan komen ze alle 386 aanrennen. Dus hebben ze sinds kort hebben ze bijnamen gegeven. Zo een Marokkaantje, die noemen we Kuiken. Die begon met zijn geboorte gelijk met pikken. Dan hebben we nog Mohammed B, daar zetten we Theootje altijd naast. Een beetje voor de sfeer. En dan hebben we nog een Antilliaans mannetje Bruno. Je hebt niet alleen 36 tanden en 4 kettingen, maar ook een hart van goud. Trouwens, zijn er Turken in de zaal? Yeah. Ja? Ik zou bijvoorbeeld nooit grappen maken over Turken. Nee, echt niet. Mijn beste vriend is namelijk een Turk. Die gozer werkt hard. Ooit begonnen met een bloemenwinkel, de pleur op. En later is hij gaan werken als kapper. En ik denk, ja, goedkoop, lekker, weet je. Dus ik kwam laatst bij hem voor de 2e keer. Hij zei, hey Bert, hoe wil je haar? Ik zei, nou, ik wil het hier scheef, mijn bakkenbaden ongelijk en ik wil allemaal happen eruit. Hij zegt, ik weet niet of ik dat ken. Ik zeg, is je de vorige keer anders aardig gelukt? En nou werkt hij sinds kort als diëtist. Ben ik achtergekomen trouwens. Tel ik weer als ik bij hem kom, zeg ik, maak jou dunner. Mensen, dan moet ik toch op het laatste toch iets bekennen. Want jullie kwamen allemaal voor Mo Elkamsi. Maar ik krijg net een app, hij is helaas ziek geworden. Dus ja, hals over kop hebben we even snel iemand anders geregeld. Ik ga er in ieder geval vandoor. Bedankt voor jullie aandacht. Mijn naam is Bert.